Welkom bij Vera D. Vandaag gaan we de hangmat van de bekkenbodemspieren trainen. Stel je de bekkenbodem voor als een trampoline, waarop de buikorganen bij iedere stap of bij iedere lichamelijke activiteit zacht verend worden opgevangen. De hangmat is bevestigd aan de voorkant van je schaambeen en aan het achterste gedeelte van je stuitbeen. Laten we starten met tenenstand. Neem een stok of een stoel of steun op de muur. Laten we starten met de tenenstand. Ja, we vertrekken. Til je hielen op en veer op en neer. Goed zo, 30 seconden. Door de druk van je voorvoet worden de bekkenbodemspieren actief en onwillekeurig aangespannen. Ja, goed zo. 30 seconden zijn bijna voorbij. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hielenstand. Hielenstand, trek je tenen zo ver mogelijk naar je lichaam en veer op en neer. 30 seconden. 1, 2, 3, 4 en doe zo verder. Balans, evenwicht. En laatst 5, 4, 3, 2, 1. Leg de stok opzij. Rechtop. Rechtop is uw romp niet naar voren, nog naar achteren doen. We spreken over het bekkengebied. Ofwel naar achteren of naar voren, maar romp niet naar achteren en niet naar voren. Laten we starten, rechtop. Vergroot de druk op je voorvoeten. Ja? Vergroot de druk op je voorvoeten en span de bekkenbodemspieren aan. Duw je stuitbeen en schaambeen naar onderen, naar de grond. En laat los adem in. Adem uit, herhaal. Adem in, laat los. Voorvoeten, vergroot de druk op je voorvoeten. Duw je stuitbeen en schaambeen naar de grond. Laat los bij het inademen. En terug, nog twee keer. En laat los. Laatste maal. Laat los. De hangmat. Laten we onze hangmat versterken tegen verzakkingen van de buikorganen. Leg je handen op je stuit of schaambeen of span een handdoek daartussen. Ja? Kantel het bekken naar voren. Kantel het bekken naar voren. Rug blijft recht. Rechtop. Kantel het bekken naar voren. Holle rug, waarbij het stuitbeen naar achteren en omhoog getrokken wordt. In deze houding zijn de bekkenbodem en buikspieren uitgerekt. Rekken van de bekkenbodemspieren en buikspieren. Ze zijn slap, kracht, zwak en krachtloos. Laten we starten. Kantel het bekken naar achteren. Probeer in uw verbeelding je stuitbeen tussen de benen door naar voren te trekken. Schaambeen naar navel. Houd de spanning vast en laat weer los. Oké, nog een keer. Ja, kantel het bekken naar achteren. Probeer in uw verbeelding het stuitbeen tussen de benen door naar voren te trekken. Schaambeen naar navel. Trek gelijk
je kruin naar het plafond, alsof je omhoog wordt getrokken. En laat los. En opnieuw. Blaas uit. En laat los. En opnieuw trek denkbeeldig je stuitje door je benen naar voren. Houd je rug kaarsrecht. En laat los nog één keer, laatste maal. Blaas uit. Trek je stuitbeen tussen de benen door naar voren. Schaambeen naar navel. Houd even vast. Laat los. En ontspan. Laatste oefening. Neem zo nodig bij de laatste oefening een pauze. En herneem de oefening als het voor je klaar is. Als je er klaar voor bent, sorry. Excuseer. Laten we starten. Adem in. Rek op. Adem uit. Kantel het bekken onder, naar achteren. Trek denkbeeldig je stuitje door, je benen naar voren. Houd de rug kaarsrecht. Span de dwarse buikspieren aan door je navel naar de ruggengraat te bewegen. Houd de opwaartse beweging van de armen en de neerwaartse beweging van het bekken aan. 30 seconden. Neem zo nodig rust en herneem de oefening als je er klaar voor bent. En laat los. Laten we dit nog twee keer herhalen. Adem in, adem uit. Kantel het bekken onder. Dwarse de buikspieren aanspannen. Trek denkbeeldig je stuitje door je benen naar voren. Houd de opwaartse beweging van de armen aan en de neerwaartse beweging van je bekken. Hou vast. Voel het branden. Bodyscan. Knieën uit het slot. Bekken naar onder gekanteld. Houd de neerwaartse beweging aan. Trek denkbeeldig je stuit tussen je benen. Rug kaarsrecht. Van je stuit tot aan je kruin. Geen holle, geen bolle rug. Verleng je rug. Houd de opwaartse beweging aan van je armen. Versterk je rug en bekkenbodem. En laat los. Dit was zwaar. Oké. Opnieuw. Laatste maal. Inademen. En blaas uit. Gelijktijdig bekkenbodemspieren aanspannen. Dwarse buikspieren. Navel naar de ruggengraat. Dertig seconden. Neem zo nodig een pauze. Hou vast. Hou vol. Rug is kaarsrecht. Rechtop. Alleen het bekken zijn gekanteld. En laat los. Ontspan. Schud uit. Laten we nog eens de bekkenbodem strekken. Oké, kantel het bekken naar voren. Stuitbeen goed naar achteren en omhoog trekken. Goed, verder, verder, verder. Houd de rug rechtop. Rechtop blijven. Alleen de bekken zijn gekanteld en de benen uit het slot. En laat los. Adem nog een paar keer diep in en uit naar je buik en ontspan. Adem in en blaas uit. In
Uit. Ontspan. Laatste maal in. Uit. Ontspan. Zo, dit was het voor vandaag. Hangmat versterken. Buikorganen beschermen. Tot de volgende. Dag.